straks uitleggen. Maar nu gaat het me om het volgende. Er is een groot administratief systeem. Alles wordt vastgelegd, alles wordt verantwoord. Hetzelfde gebeurt. Je hebt bijna geen tijd meer om aan patiënten gebouwen, te besteden. Bijna. Fusies van ziekenhuizen. En de gewone menselijke maat wordt uit het oog verloren. En dat vind ik buitengewoon jammer. En ik geloof dat je eigenlijk kunt vaststellen dat daarmee de gezondheidszorg in de afgelopen 20 jaar verslechterd is. En juist niet meer in het belang van de patiënten werkt. Groot geworden. Het gaat over patiëntenstromen, et cetera. En de individuele patiënt wordt vaak door de politiek of door de beleidsmakers uit het oog verloren. Heeft u dat gevoel, en daar hebben groot? Wij mee te maken. Dat het alleen maar om protocollen gaat en bureaucratische rompel. Wij zijn in eerste instantie het slachtoffer geworden in het ziekenhuis omdat er geen protocollen waren. Nou, ze zijn er volop nu, geloof ik. Ja, want het allerergste was mijn vrouw, die is gehecht daar door een gynaecoloog. Het is overhecht. Na een week is de buik opengeklapt en kwam de ontlasting tot op de knieën. Mijn vrouw heeft nu nog steeds kapotte darmen, een kapotte buik, een hersenbeschadiging. Inmiddels is er een auto-immuunziekte bijgekomen. De inspectie heeft destijds geoordeeld dat de professionals onprofessioneel gehandeld hadden en mijn vrouw in een levensbedreigende situatie hadden gebracht. En het ziekenhuis stuurde doodleuk een briefje naar de inspectie dat mijn vrouw lichamelijk restloos genezen naar huis gegaan was. En verklaar dat dan maar eens. Maar is er... De lijst die nu gekomen is, is het gevolg dat er in de ziekenhuizen mensen zijn die niet goed functioneren. En het ziekenhuis zelf weet best wat de rotte appels zijn. Maar dan het is aan het bestuur toch ook veel actiever moeten zijn geweest? Ja, maar de inspectie voor de gezondheidszorg. Heel goed, er wordt geleerd van de fouten en dat is nou het belangrijke. Nee, maar ze leren het daar niet. Dat is het probleem, want 30% zit in de technische fouten, 70% in de commutatieve fouten. Er zijn ziekenhuizen als Winterswijk, Gorinchem, die gaan het veel beter doen. Daar is een dokter, die maakt dat ziekenhuis beter. Ja, maar dat zijn de goede voorbeelden en daar moeten we van leren in plaats van op elkaar af te gaan geven. Maar die lijst die er nu is, is het gevolg van het niet transparant willen werken. Bij en ons hebben ze het ook in dus de doofpot willen stoppen. En die lijst die zal op dit moment nodig zijn. Er zijn onmetelijk veel goede artsen. In het ziekenhuis waar wij behandeld zijn, er zijn heel veel goede artsen, maar er zijn er een paar die het niet goed doen. En is daarom een achterwacht, een chirurg, die moet komen. Een gynaecoloog mag geen... Als ik u mag onderbreken, moet er dan niet gewoon een mentaliteitsverandering? Is er dan een mentaliteitsverandering nodig? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat de inspectie, die in heel veel gevallen faalt, dat die ook gewoon echt haar werk doet. Dus een inspectie moet toezicht houden en ook artsen corrigeren. Dat is veel beter dan die lijstjes. En ja, zeker, er moet een mentaliteitsverandering komen. Kijk, het mag niet zo zijn dat artsen gewoon wegkijken. Kijk, als er een rotte appel is, dan moet die aangepakt worden. En kijk, wat is de beste toets van kwaliteit? Dat is als een collega zegt, een arts zegt van nou, bij die arts wil ik niet behandeld worden. Ja. Als hij dat zegt, dan weet je dat daar de kwaliteit niet op orde is. Maar dan moeten ze dat wel zeggen. En, jawel, dat weten ze intern. Die patiënten niet krijgen. Maar dat weten huisarts over het algemeen heel goed. Er zijn andere huisarts geweest, dus we weten dat hoor. Nee, maar wat mijn punt is dat de artsen dus in beweging moeten komen en de specialisten en de verpleegkundigen, omdat die zien hoe dat de processen gaan, wat de kwaliteit wel en niet is. En als ze dat doen, dan hebben wij veel minder behoefte aan die openbare lijstjes en al dat soort zaken. Wat denk ik heel belangrijk is, want er wordt heel veel gekeken naar de inspectie, is ook heel belangrijk, maar dan moet de inspectie eerst de meldingen krijgen. En wat we zien is dat er toch nog steeds een hele gesloten cultuur is in de medische wetenschap, waarin er heel slecht wordt gemeld als er iets fout gaat. Dat regelmatig de raad van bestuur het niet weet als er iets fout gaat, maar op de werkvloer dat het wel gebeurt. Maar ik heb hier het idee, als en je het zo beluistert. En daarna nog niet eens wordt gemeld bij de inspectie. Maar dat alles meer leidt tot wantrouwen, mevrouw Vogeler. Ja, maar dat leidt dus tot wantrouwen. Als maar in 20% van de gevallen fouten worden gemeld bij de inspectie, is dat ernstig. En tegelijkertijd treedt de inspectie daar niet op. Dat ze opgelost worden daarna. Nee, dan is het toch beter? Maar als het dus niet duidelijk is dat er een fout is, wordt er niet van geleerd. Nee. Als iedereen zijn mond daarover houdt, wordt, opgelost, wordt er niet extern van geleerd. Nou, en geef die openheid inderdaad naar die patiënt. En als het nodig is om te melden, meld het ook. Zodat je als ziekenhuis, als maatschappij daar ook lering van kan trekken. Ik zit elke dag in het ziekenhuis. Nou, niet elke dag, maar bijna elke dag in het ziekenhuis. En ik merk wel dat natuurlijk een hele sfeer aan het veranderen is. Dat artsen wel heel erg veel leren van hun fout. Hè. De gevleugelde term is van de slechtste fout is de fout waar je niet van geleerd hebt. Ja. En dus die sfeer die gaat gelukkig verbeteren. Maar het hangt wel, het slechtste wat zou kunnen gebeuren, en daar zijn we met z'n allen eigenlijk bang voor, is het feit dat we met z'n allen in loopgraven blijven zitten van wantrouwen. Dat moeten we niet gaan krijgen. Daar moet de lijstje ook
niet verdienen. Ja. Wij moeten vertrouwen in elkaar gaan krijgen. En ik denk dat, dat wij uit onze professionaliteit als artsen daar toch echt de eerste stap in moeten zetten. En wij moeten vertrouwen krijgen in patiënten, dat ze met de informatie de goede beslissingen gaan nemen. Hoopgevend, dat is mijn ervaring. Het vertrouwen creëren. Dat wil ik het hierbij gaan afsluiten, meneer Van Gerven ook. Het vertrouwen wat iedereen in elkaar moet gaan krijgen, dat is volgens mij ook waar het op neerkomt. Weet je, lijstjes wetsvoorstellen, uiteindelijk komt het neer op dat vertrouwen tussen artsen en patiënten wat verbeterd moet worden. Op welke manier dat dan ook is en wie daar ook het initiatief toe neemt. Ik wil u allemaal danken hier vanavond voor de uitzending. Dit was het namelijk rondom 10. Als u meer resultaten wilt hebben over het onderzoek van de Consumentenbond, dan kunt u dat vinden op onze website. rondom10.ncrv.nl. Ik wens u allen en u thuis ook een heel fijn weekend en graag tot volgende week. Dag. Wilt u meer weten? Ga dan naar onze website rondom10.nl. Discussieer mee op het forum, tip de redactie en bekijk de hoogtepunten van Rondom 10. Volg ons verder op Twitter, Hives en bezoek ons nieuwe YouTube-kanaal. Met iedere week de uitzending in 5 minuten. Neem de mensen zoals ze zijn. Anderen zijn er niet.